Ladies and gentlemen, welcome to the Coffee Heroes and Cups Hearthstone Noob Challenge. Two cup scrubs will fight to the death in a best of three series. The loser will have to sing a song in front of his mic. Our first cup scrub, weighing about 63 kilograms, it's the almighty guardian Inglewurst 2. It is none other than Gilo. Also known as Jael. Yeah! And our second cup scrub, weighing about 69 kilograms, it's the sneaky engineer. It's the none another Echo Crescent, also known as Micro Slash, also known as Da Boogeyman, also known as Michael. Yeah, woo. Let the games begin. Oh boy. Oké, okay, gewoon één, jongens. Hebben we dat weer gehad? Ja, nou. Ik kan geen flikker. Maar wat een heerlijke kaart, hè. Wat de heck gebeurt er allemaal? Oh. The value board, ladies and gentlemen. The value board, indeed. Holy shit. Bij deze, omdat deze commentators nu al zo slecht hebben nog een liedje zingen. Dank je. Oké. We hebben een rogue versus druid. Ecrescent, also is known as Mike Nake. Is dit een beast druid of zo? Oh my gosh, okay. Dat ziet er heel spannend uit. Natuurlijk, als hij die blijft staan, dan doet hij telkens meer damage, dus. Nee! Jammer. Kan niet! Jammer. Even kijken. Wat zal mijn heide tegen doen? Wat zal mijn er tegen doen? Wat heck? Op dit moment kan ik niet zoveel doen, helaas. Oké, Jungle Panther, ja. Jungle Panther. Oh, Jungle Panther. Ja, Jael, wat gaat het worden? Je ziet, het heeft een Shade of Noxoramus en een Jungle Panther. Twee stealth creatures. Ja. Oh, de coin. Oh, de coin! Oh! Starfall. It is Starfall. Okay. Okay. Oeh, Jungle Panther dead. Maar Michael heeft wat op zijn mouw. Oké. Michael has something up his sleeve. Kijken, was het anders? Of niet? Ja, hier komt het hoor. The place. Waar holy! 3 attack. Dat kan niet, want er zit een tand. Oh, oké. Okay. Ja. Oeh. Oh, dat doet hij. Oh, en weer stealth. Een hele mooie combo, dames en heren. Maar Jael die denkt van, ja, hier moet ik het niet van hebben. Dus hij doet een freaking taunt. Oh my god. Yeah. Whatever shall I do? Shut down. You got shut down, didn't you? Maar Michael heeft hier nog een antwoord op. Ja, moet wel. Niet echt optimaal, maar. Amazing! Je hebt nog maar 13 HP, hè? Of health. En Jael ziet zijn kans. Oh boy. En plaatst een. Force of Nature! That's not nice. Ik ben zo goed als dood, maar whatever. Oh, never mind. We gaan weer. Wist ik wel. Sneaky! Shush! Quiet! My ace in the hole! Nee, geen idee. Oh my god. Wow. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Yeah. You what, mate? Ja. Oh, een dikke taunt. Plus een. Plus? Nee, toch niet. Never mind. Toch wel, het is de Direwolf Alpha. Oké. Okay. Oh boy. What will he do? It's so? Assassinate the taunt. Hij doet het. He done it alright. Kom op, Ogre Ninja, niet mijn vader nu. Yes, thank you. Oh,
Power Rangers. Ja. Met de 50% kans had hij de goede target gehit. Michael, hoe blij ben je met deze kans? Okay, wauw, geweldig. Oh my god. Oh, het is een cobra geworden. Pas maar op. Wat gaat hij doen met de Drunken Sea? Gaat hij het wagen? We zullen zien. Nou, hey Michael, je hebt net maar één deck gemaakt. En dus als je verliest, dan heb je gewoon geen ander deck meer. Jawel, ik heb nog veel meer andere decks hoor. Oh, wow. Niet zorgen. Wat kan ik hier het beste doen? Dit is sowieso 3, 4 damage. Ja, hoor hem. Hij rekent het allemaal uit. Wat kun je doen met 9 mana? Ik ga erop uit dat je niet die kaart nog hebt. Oeh, tricky hoor. Oh! Oh! Nee, ook een ninja! Je hebt afgepakt! Oké, wel. Dat heb ik verloren. I'm so stupid. Ladies and gentlemen, you are stupid. Damn it. Our first round goes to the winner, G-Lo. My sneaky deck back is good. Yeah. Good guy. Oh, you want to get closer? Come closer then. Fire all stone balls! There! Ja, toen ging. Okay. Nee! Go! Ah!